Daniel Craig, Joël Eriksson, de Zweed, ook deelnemer aan het Europees kampioenschap Allround in Colalbo. Het fenomeen werd ook tweede op de korte baanwedstrijden in Uilensprong. Ja, dat is bijzonder boeiend dat deze man zich richt op sprint. Australiër, malig wereldkampioen junior in mijn skaten, heeft bewust gekozen voor het schaatsen. Ja, hier zag je heel goed het verschil dat Australië heel snel inzakte en de Zweed met iets meer ervaring bewust wat langzamer. En hij raakt de rode lijn, dat mag nu ook nog eens een keer. En dat zal toch hoop ik wel verteld zijn. Heel duidelijk te zien, dat is vast. Dat is vast. Your skate is in the line. Your skate is in the line. En dat verstaat deze Australië wel. Dat is toch een beginnersfoutje. Dat is toch gebrek aan ervaring. Nu wat verder naar achteren. Hij wel heel ver af. En zo gauw die voorover buigt, gaat die schaats ook wat naar voren. Maar blijft achter de lijn. Maar staat niet stil, hij staat gelukkig niet stil. Trek. Oh, hij heeft die maas. Het bewegingsritme van een sprinter van een inline skater die overstap gemaakt heeft. Hoe kan hij nou op dat natuurreis terecht? Ja, woont hij in de buurt. 9,89. Dat is een goede opening. En kan zo naar die grote Zweed toe rijden. Hij reed in Salt Lake City 36-17. Pas 19 jaar, hè? Ja, en hij reed nooit onder de 36. Kijk, het publiek heeft het door dat dit een goede race kan zijn. Oh, gekke. Tegen de Zweed Eriksson, de Australiër, in een persoonlijk record. Oh! 39-99. Dat is een nice. Goede optreden, zeg. Hij heeft wel massa. Uitstekend gedaan. Nice. We hadden ooit Colin Coates, de man die namens Australië zelfs meedeed, is overigens Desley Hill, woont in Nederland en traint deze man. Sweet.